Zo, dames en heren, moet je kijken in wat voor dikke auto ik nu rijd. Het is absurd, jongens. Het geld raakt maar niet op. Het is echt ziek. Ik heb ook hier en daar wat geïnvesteerd in de cryptomarkt, maar ook in natuurlijk huizen. Dus we blijven maar geld binnenkrijgen, wat natuurlijk super dope is. Want jongens, ja, ik rijd nu al in een nieuwe auto, maar ik ben ook al gewoon weer op weg naar een andere nieuwe auto die ik laatst heb gekocht. Dus jongens, ik heb een afspraak gemaakt vandaag bij de car dealer om mijn nieuwe auto op te gaan halen. Ik ga nog niet zeggen welke het is. Hij is in ieder geval super mooi. Een hele mooie kleur erop die lekker opvalt. Dat vond ik natuurlijk wel heel nice. Want ja, de zwart is natuurlijk super dik zoals deze RSQ8. Maar ja, een felle kleur erbij kan geen kwaad natuurlijk. Dus we gaan nu on my way de car dealer. Dus ik denk dat we gewoon even snel moeten planken. Want ik moet die auto hebben. Alright jongens, we zijn in het centrum van de stad beland. En hier is, als het goed is, de car dealer. Dus ik ben super benieuwd. Ik ben gewoon zo hyped voor deze bak. Want hij is ziek vet, ouwe. En hij gaat snel. Ziet er heel dik uit. Dikke bodykit erop. Dus ik ben gewoon hyped om erin te rijden. Niet dat de RSQ8 een lelijke auto is of zo. Want deze is ook clean, jongen. Absurd. Laat sowieso even weten wat jouw lievelingsauto is in de reacties. Ik ben super benieuwd welke auto's jullie allemaal leuk vinden. Alright, jongens. We gaan even hier door rood rijden. Ik kan wel eeuwig gaan wachten, maar ik wil gewoon die nieuwe auto zien. Hoppakee, oké. We zetten de auto niet op de invalide plek. We zetten hem even hier neer. Ik hoop dat hij hier even kan staan. Dat ik hem later een keer op ga halen. Want als ik nu met mijn nieuwe auto wegga, kan ik deze niet meenemen natuurlijk. Alright, jongens. Kijk, de car die. Er staan nog een paar dikke bakken al binnen me. Holy shit. Maar ik zie het pareltje staan, jongens. Holy shit. Ik ga gewoon rennen. Ik ben niet zo... Wow. Daar heb je hem. Hey, what's up? Meneer Snubbelmeister. Oh, maatje, hoe is het? Goeiedag. Hey. Ja, lekker man. So. Hey. Jij kan zeker deze vlotte bakkenbouw nemen. Ja, bro. Deze... Oh, hij gaat ook snel, deze jongen. What the fuck, hou. Bro, hij is mooi. Nee. Ik zag je hem al schoonmaken net. Wow, man. Ja, sowieso. Hij moet natuurlijk wel even schoon voor jou terechtkomen. Bro, ik vind het heel tof. Hey, meneer Snubbelmeister, we moeten natuurlijk wel even de papiertjes in orde maken. Nee. Die heb ik natuurlijk in mijn kantoortje liggen. Oké. Dus die gaan we natuurlijk eventjes tekenen. Want anders mag je deze mooie bak niet meenemen als hij nu betaald heeft. Nee, dat gaan we niet doen inderdaad. Dat klinkt best logisch, toch? Dat klinkt best logisch. Ja. Moet wel een beetje opschieten, want ik heb straks een andere klant. Want ik kom er even mee naar het kantoor. Zo, deze manier is druk, joh. Ik kan niet eens praten, man. What the fuck? Ja, zoals je hier kan zien, ligt het papier al op de tafel. Dus je kan zo, het krabbeltje zetten. Ik heb mijn pen, als het goed is, ernaast neergelegd. Ja, ik zie je. Ik zou even Ik zou zeggen, lekker tekenen. Ja, jou, top, gewoon een krabbeltje zetten. Het is niet zo heel moeilijk allemaal. Even kijken. Meneer, ja, ik volg het niet helemaal, meneer. Heeft u haast of zo? Ik bedoel, heeft u... Nee, ik heb geen haast. We kunnen even een klein rondje doen langs de auto. Dat u even zeker weet dat, dat het is geweldig is. Zeg maar. Zo, deze meneer praat even top en praat, man. Zoals je kan zien, nieuwe velgen. Ja, ik denk. Hoor. Voor je heerlijk. Raampjes compleet geblindeerd. Ik zal wel oppassen met de politie. Nee, dat is als die waar. Ziet, dan ben je meteen de schaak. De eyecatcher van onze showroom natuurlijk. Ik zie het. De M8. Een Bampie noemen ze ook wel. Een straatas natuurlijk. Zonder kenteken, dikke uitlaatpijpen. Die hoor je vlammen. Nogmaals, de politie gaat dit niet leuk vinden. Ja, maar die kenteken, kan ik die niet... hoe zit dat dan? Want, Dat kenteken krijgt u er los bij. Zit in de kofferbak. Okay. Ik heb er twee bij gedouwd. Ik denk, dat moet genoeg dat zijn. Top. Zo, ik wist trouwens niet dat die vierdeurs was, man. Ja, een snelle bak, sowieso snel. Ja, je kan je kinderen er natuurlijk in douwen als je die eventueel zou hebben. Doe je zo gek, maar joh. Ik zou het persoonlijk niet doen. Je wilt natuurlijk lekker doortrappen in zo'n wagen. Vrouwtje daarnaast misschien. Ja, wie weet, sowieso. Maar weet je, meneer, dit is echt de eyecatcher van deze BMW, moet ik toch echt zelf zeggen. Ja, toch? Zieke kleur erop. Die spiegels, jongen. Ik vind het heel nice. Die spiegels, dat stijgt een soort van op. Het is niet normaal. In combinatie met de velgen, de lampen, het logo is helemaal af. Ik vind het heel dik, meneer. Ik wou even iets zeggen. Ik heb behoorlijk ook wat haast. Ik moet hierna nog bij een afspraak zijn. Ja, dat is goed, meneer. Zal ik eventjes de sleutels uit de kantoor voor u pakken? Ja, dat is helemaal goed. Even getekend, betaald. Ik zie het op de bank. Heerlijk. Ik ga ze voor u pakken. Ben zo terug bij meneer Sevenbeisio. Wat een irritante guy, jongens. Niet normaal. Ik ben blij dat je weg kan. Die kerel blijf maar lullen. Maar uiteindelijk, ik had deze auto gezien. Natuurlijk wil me gewoon graag hebben. Maar ja, dat is zo. Oh, daar komt hij weer. Yo! Goedendag, meneer Snuffelmuis. Ik heb weer de autosleutel voor u. Kijk eens, u heeft top, ze. Dankjewel. U kunt de motor als het goed is meteen starten. Hij start als een buffel. Hoppa. Ik zou uw oortjes even dicht doen. En ik zou eventjes vlammen met die pijp. Wat een wagen. Meneer, ik wens je heel veel sterkte ermee. Hey, jongen. Trap hem te hard. Niet te hard door. En tot de volgende. Ik kan niks beloven, bro. Ik kan niks beloven. Hey, rustig. Hey, Max van jongen. Yo. Wat een irritante vent. Niet normaal, ouwe. Zo. We hebben uiteindelijk de auto, jongens. Moet je kijken wat een zieke bak dit is. Even de binnenkant ook.
Oh, dit is een hele zieke M8. Ook een dikke face met een spoiler erop. Ik geniet wel echt van deze auto. Holy shit. Alright, jongens. Laten we dit ding eens even lekker testen, man. Oh, deze kan volgens mij zo hard optrekken. Niet normaal. Nou, skip even dit rode licht. Hop, even driftje gooien. Oh, deze rijdt echt clean, man. Wat doe je nou? Je gaat me niet fucking menen. Ik rijd net de hoek om, boys. Nu al politie? Nee, toch? Hé, hey, je mag ook... Shit, ik ga niet volgen. Flikker op. Oké, we zijn weg hier. Dit ding is sowieso sneller dan die van hun. Oké, ik ga hier links. Oh, nu al politie, jongens. Oké, ik heb chillen dat ik geen platen erop heb. Dus ik kan nu gewoon een vol plank. Oké. Op Porsche, even zien. Tussendoor. Oké, ik moet niet crashen, jongens. Ik moet niet crashen. Waar zijn ze? Ze kunnen me bijna niet bijhouden. Haha, let's go, jongens. Snel wegrezen. Oké, ik moet ze kwijtraken, man. Gelukkig is mijn BMW vet snel. Ik moet gewoon goed planken, maar het is zo druk hier op de snelweg. Fietser? Wat doet die fietser op de snelweg? Houdt die aan of zo? Oké, jongens. Oké, moeten we even doorplanken. Oh, het is hier zo druk. Hoppakee. Zien ze dat ik hierheen ga? Ja, ze zitten nog steeds achter mij. Aan de kant, aan de kant. Oké, jongens. Bampi, laat me alsjeblieft niet in de steek, jongen. Ik heb hem net gekocht, hè, jongens. En nu al politie gezeik. Wat een grap is dit, hè? Oké, ik ben ze sowieso kwijt. 100%, hè? Ja, toch. Oh, oh, oh shit. Oh, ah, kut. Oh, dat is hier. Fuck, oké. Collega eruit, collega. Blijven staan, jongens. Geen de gekke dingen. Oh. Geen... Jij moet niks gek doen, overgeven. Oh shit, jongens, oh shit. Hey, jij gaat nu meelopen. Ja, rustig, jongen, rustig. Doorrijden, weg, wegwezen, die auto in. Jongen, doe niet zo moeilijk, man. Erin. Moet ik achterin? Ga achter het vuur, collega. Ik ga wachten. Oh. Hou jij vuur? Ja, ik heb het, oké, okay, stap in. Jongens, mijn auto! Hé, hey, wat doen jullie? Ja, dat, neem die mee, we zijn niet zo'n slot gek. Nee. Nu al dit, jongen. Geen gezeur met jou. Okay. Collega's, we hebben een status 4 op dit moment. Er is een auto op de weg gecrashed. Kun je die even neerzetten? Oh mijn god, wat gaat er met mijn auto gebeuren? Kom op, man. Meneer, u heeft de toproute uitgekozen. We kunnen meteen achter de tralies neerknallen. Oh, natuurlijk weer. Ja, wat tralies? Wat heb ik gedaan, vriend? Laat me eruit. U trekt een pistool op ons. Ja, jullie toch ook op mij? Zeh, wat denken hun? Ja, dat betekent niet dat u het terug moet doen. In eerste instantie reed u gewoon door rood en dat mag ook niet. Ja, oké, jullie toch ook? Jullie gingen erachteraan. Ja, dat lijkt me dat is de bedoeling, toch? Oké. We moeten u aanhouden daarvoor. Ik hou me jullie zijn... Als u geen pistool had getrokken, hadden wij geen pistool gedicht. Oké. Uw eigen schuld. Oké, duidelijk. Jongen. Helaas. Ai, nou jongens, ik heb net die nieuwe auto en ik moet nu al naar de gevangenis. Besef dat, jongen. Ik ben ook weer zo unlucky met die politie. Hoe kunnen ze mij ook gewoon precies daar weer zien? Ai, nou. Collega, kun jij hem maar even uithalen? Ik moet nog even wat administratief werk doen. Ja, tuurlijk. Ga maar weer weg. Oh. Goed, er is een stungun op u gericht. Ga hem maar even uit. Ja. Ik werk gewoon mee. Het heeft toch al geen zin meer. Goed. Doe deze deur heen. Ja. Collega, jij redt het. Ik ben even door. Waar moet ik heen? Ik blijf hier wel door. Niet naar links. Oké, nee, jongen. Gelijk zo boos. Ga door die tralies heen. Oké, en nu? Ah, oh, jongens, we zijn echt fucked. Doorlopen. Ja. Waar moet ik heen dan? Welke cel? Hier nu naar links. Deze is vrij voor jou. Hele mooie cel. Ja, toch? Ga ik hier lekker zitten. Ga maar even zitten. Ja, joh. Doe je ding. Ik wacht wel weer, hè. Tjonge, jongen. Goed. Doe even de cel zo even op slot. Gaat automatisch, dus spreek je zo. Jongens, ik zit gewoon in de gevangenis. Hoe krijg ik dit nou weer voor elkaar? Hoe ga ik dit aan Mello uitleggen, überhaupt? Oh, mijn huis en mijn auto vooral. Ik heb net een nieuwe auto. En die staat midden op de snelweg. Oh, wat een gezeik dit. Wat een gezeik. En die agenten, wat een hinderlijke guys. Jongen. Oké, jongens. Oh, ik heb net te horen gekregen dat ik een jaar moet zitten. Omdat ik dat wapen trok en dus een ambtenaar in functie heb bedreigd. Oh, een jaar in de gevangenis. Mello, ik weet niet eens dat ik hier vast zit. Dit is echt weer helemaal kut gewoon. Hoe ga ik dat hem ooit vertellen? Nou, jongens, dat wordt een jaar hier lekker op de wc zitten, zeg maar. Oh, wat een drama. Wacht, volgens mij is mijn cel wel open. Ik mocht gewoon vrij rondlopen, dacht ik. Attentie. Alle celblokken gaan open. Oh, nou, oké. Nou, top. Nou, volgens mij is er helemaal niemand hier. Shit, hé. Oké, ik kan in ieder geval wel lunch halen en sporten volgens mij daar ook. Dus dat is wel relaxed. Nou, dan gaan we hier maar even van maken dan. Hé, hey, je ziet er best bekend uit. Wat hoor ik nou weer dan? Hallo? Mello!